Mijn webcam is een beetje naar zijn grootje en kan ik niet meer scherp stellen, maar toch probeer ik er wat van aan te maken. En ik zet even het beeldscherm uit, want anders zit ik naar mezelf te kijken. Nou, natuurlijk niet de bedoeling, want dan wordt het vak niet heel erg leuk als ik het opneem om dans te kijken. Het was een drukte hier, net, zeg maar. Want José had al haar vrienden uitgenodigd en al haar niet-vrienden en dat was druk. Maar nu zijn we allemaal weg en het is rustig. Want dit filmpje gaat over een project wat ik in het eerste kwartaal van dit jaar in september hebben we een spel gemaakt, Serious Game. En daar ga ik straks een filmpje van laten zien. Heel graag, een filmpje in een filmpje. Dat hebben we gemaakt voor de Wiimote, of eigenlijk twee Wiimotes, voor het Science Center. Het Science Center is een techniekmuseum in Delft. En daar heb ik al mijn bachelorproject staan. En het was leuk als we dit spel er ook konden krijgen. Maar het is om een of andere reden niet tot een afspraak gekomen. Ik geef even een korte demo. Dit is het beginscherm. Fantastisch. Ons prachtige logo. En ik maak er allemaal gebaren bij, maar die zien jullie niet. Wij moesten voor Builder Series Games moesten we een spel maken. Wat een serious game is. Oftewel, dan moet het educatief zijn of het moet helpen om een bepaald probleem op te lossen. Dus je kan bijvoorbeeld denken aan rampenbestrijding, dat je eerst een simulator hebt of zoiets in die trant. Nou, dat is ongeveer ook het Build Your Serious Game, maar dit is dus een spel waarin we kinderen leren om noten te lezen en te schrijven. Nou, fantastisch. Dit is het hoofdmenu. En dat maakt herrie. En het heeft allemaal liedjes en die heb ik allemaal leuk erin geprogrammeerd. Ja, dat was mijn taak. Normaal speel je het met een Wii, of met de Wiimote, maar die heb ik niet. En bovendien zou je dat ook niet zien. Dus ik bestuur het met de knopjes. En we gaan Vader Jacob doen. Nou, dan hebben we zo'n vier opties hier. Dit is singleplayer, dit is multiplayer, dus kun je met z'n twee spelen. Dus je moet je twee Wiimotes hebben. Dit is noten lezen. En dit is noten schrijven. We gaan eerst noten lezen. En als je de Wii hebt, dan gaat dit handje ook op en neer. Maar jammer genoeg doet hij dat niet, zeg maar, met het keyboard. Nou, fantastisch. En er staan muurtjes tussen. Dat zijn gewoon de scheidingen tussen de measures. Of heet die dingen in Nederlands maten. En waarschijnlijk horen jullie mij ook heel erg tikken op het keyboard. Het voelt trouwens een beetje als een soort Skype gesprek. Ik zie niks. Daar ging iets mis, want hij hoorde tegen dat muurtje aan te knallen. Zie je, dan gaat hij knippen. En dan is het spel afgelopen. Yay! Nou, dan heb je allemaal punten. Nou, mooi. En dan gaan we nu Berenmoordje in multiplayer canon mode spelen. Multiplayer is eigenlijk gewoon twee keer hetzelfde. Ik weet eigenlijk niet wat de knoppen zijn voor de tweede speler. Dus kijk, en aan het begin krijg je nog een beetje hulp van waar moet ik toeschieten. En zoals je ziet ben ik veel te goed en dan is hij heel snel weer weg. Dit hebben we allemaal in het Science Center ook getest, want eigenlijk was het ook het idee om het in het Science Center uiteindelijk te hebben. Nou gaat hij een ploffen. Als het goed is. Ja, dank u. Het grappige was dat we heel snel merkten dat kinderen die heel jong waren, veel sneller hiervan leren hoe het notenschrift in elkaar zit dan oudere kinderen. En bij jonge kinderen helpt het dus heel erg, maar bij oudere kinderen, dus zeg maar leeftijd van 12 jaar of zo, dan helpt het geen zak. En hoe het spel werkt, dat is gewoon, je moet de dat heb ik niet uitgelegd. Je moet in het eerste spel moet je de noten slaan, je moet je van de balk af slaan. Dus dan moet je met het handje op de goede plek gaan staan. En dan met de Wiimote moet je zo'n beweging maken, slaande beweging. En bij dat kanon moet je dus met de Wiimote moet je richten en dan kan je schieten.
Alleen we hebben gemerkt dat als je schiet, dan beweegt die Wiimote ook. Dus dan, en aangezien deze beweging heel gevoelig is, doet hij dat nu ook automatisch, geloof ik. Het was in ieder geval een heel leuk spel om te maken. En het was echt heel jammer dat we mee moesten stoppen. En je had liever, had je er lang mee doorgebeeld. Maar, ja, niks maar. Dat was het gewoon. Op naar het volgende spel.